Alle bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de tabakswet nageleefd wordt. Dit zei Stephanie Sjeukalam, hoofd Milieuinspectie bij het Bureau Openbaar Gezondheidszorg, BOG, vandaag op een eendaagse workshop Handhaving rookvrij beleid in de horecasector en het verbod op tabaksreclame en tabakssponsoring. Ze vindt dat rokers zich moeten houden aan roken in speciaal voor hen gecreëerde rookvrije zones. Degene die belast is met de leiding op dat moment, dus de manager veelal, die zijn verantwoordelijk om erop toe te zien dat er dus binnen het bedrijf maatregelen worden getroffen, zodat men niet in overtreding gaat van de tabakswet. Ook in bedrijven, de kleinere bedrijven, geldt dat de werkgevers, de eigenaren van de bedrijven zelf, die vaak ook in de bedrijven aanwezig zijn, die zijn verantwoordelijk om erop toe te zien dat niet alleen hun personeel, maar ook hun klanten zich houden aan die wet. Sjeukalam vindt het verder belangrijk dat er ook niet gerookt mag worden in voertuigen die tijdens diensttijd worden ingezet voor vervoer van werknemers. De managers en de eigenaren van de bedrijven zijn dus ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de bordjes met de rookverboden op het terrein en binnen het bedrijf. Dit alles is ook vervat in de wet. Als het goed is, heeft iedereen een kopie gehad van de wet, zodat jullie dat uitgebreider ook kunnen inzien. En het belangrijkste, want dat komt nog vaak voor, is dat er geen asbakken geplaatst mogen worden binnen bedrijven. Omdat het niet toegestaan is om te roken in de horecabedrijven, mogen er dus ook geen asbakken geplaatst worden. Als we kijken naar beperking tot reclame en promotie en sponsoring, iedere vorm van tabaksreclame is verboden volgens deze wet. Het gaat dus, het kan zijn dat er, het eerste dat is afgeschaft zijn etalagekasten bij de winkels en supermarkten, waarin je dus de sigarettenverpakkingen had uitgestald. Sjeukalam vraagt belanghebbende organisaties om voorzichtig te zijn met het vraagstuk van tabaksreclame en tabaksponsoring. De workshop is bedoeld voor participanten die een managementrol vervullen binnen bedrijven, zodat die een bijdrage kunnen leveren aan identificatie van eventuele overtredingen van het rookbeleid.